Welcome this is the energy vibration lesson to all my Scorpionages, Hello. on for the likes and uh, the, the stone and the support. Um kunnen jullie alsjeblieft even deze video's even delen? and thumbs up as you have this there's a boat's so good, was good. of you it's out the energy vibration for you arm um, is the energy vibration from the cess of corps and that batik that you have um, you have a situation with iemand van out von verleden, iemand van out um, um, your hele um, zeal for bond your zeal marches and it can Family life, as it can, friends, or if it can, wait. But it's not sort of energy. It is the wake from water, and this is fantastic. On um, that you will find this lurk. It is the wake from death, and money you die, come you will as Scorpio, scorpion. it should provide, uh, help on um, the person on um, the negative eind in their life and on um, to bring. Ik heb deze energie gezien voor jullie. Um, je, je, je geeft op aan iets, daar komt een eind naar iets, accepteer het en zoek een andere oplossing dan verder te gaan. Zit hier niet in, even gaan um, janken of even daarover gaan nadenken. Laat het even en ga eens even verder. Wanneer één door is, um, dik en onder is open. Als we bekijken de energy vibration van. Um, Dienst we zien, de energie van, um, it's, um, daar zit een beetje mensen in je leven. Oké, okay, wat moet ik zeggen is dat mensen van een organisatie zitten je tegen te werken, oké? Okay? Hopen op daarvoor, want daar zijn een organisatie dat je zit um, en een situatie op te lossen of je zit iets aan te vragen, daar zijn mensen die, dat zit jij tegen te werken, oké? Okay? Hopen jezelf daarop. Het is negativity. Mensen zitten te blokkeren. Oké? Okay? Die zitten teken te werken. Um, op vrijdag, op woensdag, hebben wij die energie van. Um, um, je je, je voelt je, yeah, je, voel je niet comfortabel. Dat is een situatie in je huis. Of een situatie dat je hebt.

Uh, dat je voor sommige mensen een situatie in je huis, um, dat je zit met een relatie, dat zit niet goed. En je weet niet hoe je dat kan oplossen. En oplossing gaat wel komen. Um, Zorg dat je geen ruzie maakt. Um, probeer gewoon de situatie en vraag de help om deze situatie op te geven. Okay? Geef deze problemen en de situatie naar de universe en vraag voor help hieraan. Oké? Okay? Als we bekijken donderdag, donderdag zien wij de energiestaten. Voor um, sommige mensen die krijgen studie misschien moet je zitten um, uh, te zoeken en dan krijg je um, je krijgt twee verschillende studie te doen en je moet beslissen beslissing over maken. Ik zie hier dat. Uh, Meestal van jullie moet beslissen over twee dingen gaan maken, oké? Okay? Dus open up daarvoor. Zo is het duality energy dat komt op. Dat je moet um, dramatisch verandering in je leven maken. En je moet bes, uh, uh, beslissen tegen twee dingen gaan doen. Dus twee vrouwen, twee mannen, dat soort van of dingen. Twee huizen, dat soort van of dingen. Als we kijken even um, vrijdag is de energie van een droomvakantie misschien kom je tegen iemand en je krijgt of je gaat even op je droomvakantie ergens. Je gaat een reis gaan plannen en het gaat echt lukken. En dat was ergens dat je zo graag naartoe en het gaat je lukken. Um, dus fantastisch. Als we bekijken, zaterdag mm, 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 um, is de energy vibration van, als je bent een zakelijke man, je krijgt te horen over een heel goed financieel zak, geld komt naar je toe, en wealth, love, mm, uh, geld, rijkdom en volmak. Naar je toe, oké. Okay? Misschien krijg je een erfenis van misschien iemand is dood en je krijgt een erfenis, maar dat energy vibration is er. Je krijgt een uh, cadeau van geld van iemand, oké. Okay? Is niet je verjaardag, dus dat kan ook gebeuren. Als we bekijken zondag. krijg je heel veel goede respons naar bepaalde dingen en Goede boodschappen van andere mensen. Dus, dit is best wel goed voor jullie. En ik ga het zeker bedanken voor het terugkomen. Blijf eens even voor de algemeen lezen. Welcome. This is the Algemeen energy vibration for the week. Fair talk. Now, fantastic. The energy vibration for the month from October to the end of January. Saw I will, and uh, um, and uh, a kunstenaar even um her work even verschijnt op my videos. And as you interest in her spullen, can you are even find on heart. Artelina, Artelina.com, and this is fantastic. She is new, she is fresh, and I find her work very good. En um, ik ga het even, als je bent een creative persoon out daar en je wil je werk even laten schijnen. Je heeft geen andere manier om het te laten zien. Meld me aan. Ik zal het in de video's even hier steunen. Om jullie ook om te steunen en supporten. Ik ga even verder. En we hebben de energy vibration van de. um the se the the se chakra and that is your heart chakra this Je hartchakra, Wanneer je hartchakra is gesloten, is wanneer je heeft geen onverraderlijke liefde Oké? Okay? Um, is wanneer je, je heeft uh, um, in je energy vibration iets van discriminatie. En je vindt deze groepen mensen niet leuk. En je vindt dit niet leuk. En dat niet leuk. Wanneer je hartchakra vibreert op een um, energy vibration frequency, is wanneer je accepteert iedereen voor wat. En je neemt wat informatie. Je kan van de groepen mensen en je leert van andere mensen. En Je, um, je, geeft, je, je gaat niet en merken of je gaat niet um, iemand tegenkomen en zeggen, ja, die persoon is je, je laat alles voor wat het wil. Dus je geeft onvoorwaardelijk liefde naar mensen, oké? Okay? Je hart is open, je hebt gewoon liefde zo. So Steunliefde en je draagliefde in je energy vibration um, van je hartchakra. Veel mensen, als jij heeft jaloezie en hart in je, je hartchakra, dan ben je sacarijnis, depress en dat allemaal. Als je bekijkt de mensen. Bijvoorbeeld de mensen die loopheven. Um, Um, weg en de alternative mensen hoe die mensen zijn altijd blij is omdat ze haar chakra is open. Als je lacht de vrouw uit omdat ze ze, ze, ze hou een boom vast, zij haar hartchakra is open omdat de um, um, boom en de the, the, alles de universe um, stuurt je energie door dat om te doen. Okay? als we bekijken op de andere energie, we hebben die energie the, van um, de wijsdom um, card set. En het zegt de prins van vuur. Dus, de prins van vuur. En niet vergeten mensen: vuur is altijd een reine kin um, energy vibration. Vuur. Vuur is zoiets so als water, vuur, lucht en alles is een Is de harde manier van bepaalde city, zoiets als orgaan, storm, um, hagel, sneeuw. Dat is een Dat is de manier hoe de universe en de harde reinigen zelf. Oké, okay? wij moeten allemaal allemaal even nadenken in onze akte of dat de harde leven, oké? Okay? Het is moederharde. Dus in. gebruik je de vuur om wat narke energie's van jou te reinigen. De volgende kaart dat ik heb is van de map en dat is um, vorige de lijden. En dat betekent dat als jij um, ben iemand die op zoek naar je true potentie, naar je divine levens um, Um, doel. En je weet niet wat je moet gaan doen. Ga eens even terug. As, weet je. Ga even terug. Of ga eens even kijken. Wat vind ik leuk. Wat support ik. En um, zoek op mensen die je kan gebruiken als voorbeeld. Oké. Okay? Zoek die mensen op die je denkt. Oké. Okay, dit. Uh, 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 die vrouw heeft wel wat. Ze zit altijd om mensen te steunen, altijd liefde te sturen. Maar zoek iemand of die je denkt dat heeft wel een um, voorbeeld voor jou als een mens. Oké? Okay? En niet de mensen gaan vorken om te kopiëren wat ze zitten om te doen, maar jij moet je. In Jezelf even bekijken en vraag je ogen, um, ogenmachtig of de universe, om je divine life-levensdoel uh, om je te laten zien. Oké, okay? de laatste kaart wat ik heb: het is co-create met je ogenmachtige machtige zelf. Dat betekent dat je gaat met jezelf en creëer vanuit jezelf en niet. Om aan de mensen werk of spullen te kopiëren. Maar creëer iets wat kan jezelf helpen. Maar niet alleen jezelf, maar de universe en aan de mensen. Denk even over iets wat if ook is unconditional love. Ook liefde naar de universe sturen. Op een manier van gewoon: Goedemorgen iedereen. Ik stuur liefde naar iedereen. Oké, okay? maar doet iets uh, vanuit jezelf. En probeer iets. To create vanuit jezelf. Ik ga even zeggen bedankt voor de likes en de shares. En namaste tot volgende week.